Zo, eerst eens een kop koffie. Zo, de koffie is weer klaar. En dan zal ik jullie zo even laten zien hoe mijn voet er nu uitziet in het verband. Nou, zo ziet mijn voet er dus uit. Hieronder zit sponsjes. Verschillende. En er zit eentje in. En nou, maandag gaan ze kijken hoe het eruit ziet en of het heeft geholpen, dus maar dat horen jullie later in de vlog wel, want het is nu nog zondag. We hebben eerst vanmiddag een feestje, maar dat lijken jullie nog wel zien. Nou, ik moet nog even mijn haar doen en dan gaan we straks naar het feest. Ik zal jullie even een foto laten zien waar we heen gaan. Dat stond op het prikbord daar, dus heb ik even een foto van gemaakt. Bij de vogels. Dat, ja, dan gaan we dus bij een bowlingbaan of zo en eten een hapje en drankje. Dus ja, we gaan het wel zien. Ik heb er wel veel zin in. En ik hoop dat jullie ook genieten van het mooie weer, want het is straalblauwe lucht hier. En dan zie ik jullie straks weer. Nou, we zijn even buiten een sigaret roken. Ook dat moet er gebeuren. Het is hartstikke mooi weer. En het is wel redelijk gezellig. En ik heb nog even een klein filmpje voor jullie. Die kreeg ik vanmorgen doorgestuurd. Best wel leuk. Ook over de vogels. Dus die gaan jullie nu even zien. Thank you.
Nou, we zijn weer op de terugweg. Het is inmiddels 6 uur. En het was wel gezellig. Het was een beetje apart. Maar oké, het was leuk. En dinsdag gaan we weer bij de vogels bezig. Ja, en verder, zal heel eerlijk zeggen, het werk bevalt me hartstikke goed. Alleen, er is één iemand, ik ga geen namen noemen, maar die heb ik wel gefilmd. Dus dat moeten jullie maar terugzien. Die mag mij niet. Maar ik mag hem ook niet. Echt niet. Dus ja, dat is niet anders. En het was gewoon leuk. Hij vindt dat in ieder geval gehandicapte mensen die horen niet in ieder geval geen auto te rijden en helemaal niks. Dus ja, maar daar ga ik niet verder over uit. Het was gewoon hartstikke leuk. En nu gaan we weer op weg naar huis. En nu gaan we dus vol gas weer onderweg naar huis. Ik denk dat ik deze vlog nu ga editen, zometeen als ik thuis ben, dat die vanavond nog online komt. En dan heb ik morgen weer een nieuwe vlog over of de operatie geslaagd is of niet. Ik denk dat dat het beste is. Ik heb nu dus best wel een beetje wat gefilmd en morgen is natuurlijk weer een hele andere dag en ik denk dat dat het beste is dat ik niet dat hiernaar plak, maar gewoon dat ik een nieuwe vlog doe of de operatie geslaagd is. En dat zien jullie dan morgen wel. Nou, ik zie jullie straks weg.
Nou ja, we zijn weer thuis. En nou, het was gewoon leuk. Alleen, je merkt wel, als je net even wat anders bent, zoals ik in de rolstoel, dan, ja, ik ga geen klacht absoluut niet zeggen. Maar je merkt wel dat mensen niet weten hoe je met ja, mensen om moet gaan in de rolstoel. Er waren mensen die dat wel wisten en gewoon normaal deden. Maar er waren ook wel wat aparte mensen, laat ik het zo zeggen. Dan zeg ik niks verkeerds over niemand, noem ik geen namen of wat dan ook. En ja, dat was een beetje apart. Maar verder, het was hartstikke gezellig. En kijk, ik weet gewoon dat ik anders ben dan andere mensen, dat weet ik. En ik weet ook dat ik. Ja, dat ik gewoon. Ja, ik ben gewoon anders als iemand die gewoon 100% loopt. Dat weet ik gewoon. Dus ja, dat mensen dan niet helemaal tegen mij willen praten, dat snap ik ook heel goed. Dus ja, maar nogmaals, ik ga geen namen noemen of wat dan ook. Dat doe ik allemaal niet, want ik heb best wel plezier in het werk wat ik daar doe. En ja, nou ja, dat wou ik jullie even zeggen. En dan. Ga ik bij deze ook de vlog afsluiten? Want ik wil deze nog even editen. En dan zien jullie morgen hoe de uitslag is geweest of mijn operatie is gelukt. Dat weet ik dus niet helemaal. Maar dat zie ik dan morgen wel. Dus dat zien jullie ook morgen. En nou ja, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. En dan zou ik zeggen: allemaal een duimpje omhoog. En vinden jullie dit superleuk? Dan zou ik zeggen: allemaal abonneren. En zet dan ook even een belletje aan. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Zou ik zeggen: tot de volgende.